Samen met je vrouw hier al heel lang bedrijf. Nou ja, wat je zegt, al heel lang, 13 jaar zeg maar. Ik vind het vrij lang. Het was ook niet de bedoeling, dus langer dan gepland in ieder geval. En hoe lang hebben jullie dan nu jullie bedrijf hier op het water? 4 jaar geleden zijn we begonnen met een klein bootje. Of klein bootje, maar een normale zeilboot. En dat hebben we in de laatste 4 jaar wel redelijk uitgebreid, ja. En hoe ben je hier terechtgekomen dan? Nou, een vriend van mij die had een afstudeerproject hier. En die vroeg aan mij van, wil je mee? Het idee was 3 maanden. En die 3 maanden is inmiddels dus 13 jaar geworden. Dat is echt lang. Kan verkeren. Ja, het kan verkeren. Je hebt hier dus je eigen bedrijf. Ja. Katamaran, watertaxi. Ja, we hebben inderdaad inmiddels dus 2 katamarans en 2 watertaxis. En die watertaxi die gaat elke dag heen en weer naar Klein Bonaire. Vanaf onze eigen pier. En dat gaat gewoon elke dag het water op? Ja, bijna 7 dagen in de week. Sowieso de watertaxi gaat elke dag op stipte tijd. Dat is gewoon een dienstregeling om het zo maar te zeggen. En ja, de andere toeren, lekker met barbecue, alles erbij, sunset, dat is op aanvraag. En dat, dat is bijna elke dag ook. So, ladies and gentlemen, here we have our first starter. It's a fresh tuna sashimi with seaweed salad, pickled ginger, wasabi mayo and some sesame seeds. Is dat ook iets wat je wil, zo'n totaalpakket aan kunnen bieden? Ja, eigenlijk wel. Ik vind het wel het leukste als mensen gewoon aan boord komen. Die komen aan boord, krijgen drankje, gaan een mooi plekje opzoeken om te snorkelen. En daarna kom je terug, lekker eten. Maar gewoon genieten, weet je. Het is gewoon ontspannen. Je bent een dagje weg, dus het is niet gestresst. Het is niet van, oh, moeten we dit, dan moeten we dat doen. Gewoon lekker chill. We noemen het ook een chill and grill. En dat is ook eigenlijk chill wel waar. Chill and grill? Dat is echt wel waar we voor staan. Ja. Maar jullie hebben niet alleen de chill and grill, toch? Nee, we hebben ook bubbels. Wij noemen het de Sunset Bubble Cruise. Dat wil zeggen dat we om 5 uur of 6 uur weggaan. Net voor de sunset. En dan lekker muziekje erbij. Sushi meestal of iets anders. Lekker hapje erbij. Bubbeltjes, prosecco'tje, alles erop en eraan. Sunset en daarna, als het allemaal donker is, eventjes van de lichtjes genieten en weer terug naar de haven. Dankjewel voor de topdag. Was heel graag gedaan. En ik hoop dat jullie nog heel veel van Bonaire genieten. Dat gaan we zeker doen. Dankjewel. Graag gedaan.